Mensen, Mark hier, ofwel Hard Dynasty, met vandaag een erg vroege video, maar een video die ik vorig jaar ook gemaakt zal hebben en dat nu ook doe. Met het nieuws dat nu beschikbaar is, net nadat EA Play is geweest. Morgen op 12 juni krijgen we 4 nieuwe icons. Die worden bekendgemaakt, maar ik wilde jullie nu alvast updaten met wat EA gisteren dus voor jullie zoal verteld heeft. Doe vooral een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Deze video de 1000 likes kan halen, zou ik dat enorm waarderen. Ik zit met een grijns op mijn gezicht, want dit soort dingen zijn waar je enthousiast van wordt. Omdat je eigenlijk nog helemaal niks inhoudelijks weet hoe fijn de games wil spelen of wat nou echt het vernieuwende is. Maar toch is het info waar je blij van wordt. Dus, ik wil een beetje met jullie doornemen wat EA zoal buiten gebracht heeft. En waar we mee beginnen, is als je nu op je scherm ziet, is de Journey Hunter keer terug. Je ziet al verschillende shots voorbij komen. En dat vertelt je eigenlijk al meer dan genoeg. Je zit sowieso weer met zo'n US Tour waar ze het over gehad hebben. Dat je ook begin vorig jaar. Alleen verwacht je, kan je er nu meer van verwachten, neem ik aan. Wat je ook weer voorbij ziet komen, is je ziet ruzies. Je ziet dat je waarschijnlijk iets van een relatie hebt of iets dergelijks. Gezien die chick die random wegloopt, het zal niet je zus zijn, want die had je in deel 1 ook niet. Je zit met Chelsea, maar wat het belangrijke is wat nu is meegekomen, is waar mensen vorig jaar veel over klaagden, was dat er geen transfers waren. Nou, nu lijkt het de kans dus erg groot dat dat wel gebeurt. Zoals jullie nu weten, is Ronaldo natuurlijk het centrumpunt van de game. En je hebt beelden dat er gesproken wordt over mogelijke transfers van hem. Je ziet mensen van de Bundesliga erover praten, je ziet Griezmann erover praten, Bonucci erover praten, maar, en dit is het belangrijkste, dat is niet nog het belangrijkste, dit is leuk. Als je bijvoorbeeld Arsenal fan bent, dan ken je Arsenal Fan TV. En vanwege de transfergeruchten zien we bijvoorbeeld per club, althans in ieder geval voor twee grote clubs, een voorbeeld van hoe hun fankanalen over die geruchten gaan praten. Bij Arsenal Fan TV, het is prachtig, het is echt fucking prachtig. Fulltime Devils met Andy Tate natuurlijk, als je hem kent, dan snap je het wel. ESPN dat erover praat, Harry Redknapp voor BT Sport, dat is allemaal leuk en aardig. Ronaldo natuurlijk centraal. Dit soort dingen zijn allemaal leuk. Hier, from a summer break in Brazil, to a pre-season tour in Los Angeles, experience diverse football landscapes in a truly global journey. Dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar wat ook leuk is, als je naar de trailer kijkt, die we niet helemaal gaan kijken, maar we gaan naar belangrijke punten hier aan het kijken. Nou, als je er een beetje doorheen gaat, dan zie je dus er wordt veel gesproken over de transfergeruchten. Thomas Müller komt langs, Guardiola praat over je, Bonucci komt langs, Castro zit erin, dat is fucking sick, daar ben ik heel erg blij mee, want ik kijk graag zijn streams. Hij heeft de energie die ik niet heb, dus dat werkt aanstekelijk. Maar, wat belangrijk is, en dit shot is waar we het voor doen. Thierry Henry is hier aan het praten over het transfer van Alex Hunter. En ik wil niet te vroeg juichen. Ik wil niet te vroeg juichen, maar als ik morgen op 12 juni niet hoor dat Thierry Henry een icon wordt in FIFA 18, dan word ik gek. Thierry Henry, ik kan niet wachten. Dit kan haast niet anders. Ik ben hier hyped voor. Nou, welke conclusie kan je hierover trekken is, in dit scenario hebben ze Chelsea genomen waar Hunter bij speelt. We gaan ervan uit dat je in dit geval meer dan één seizoen hebt. De logische reden om dat te denken is, je ziet die tabel van de Premier League aan je rechterkant, waar Spurs tweede wordt en Arsenal vijfde. Ze hebben de ranglijst gewoon nagemaakt natuurlijk. Dan is de vraag dus, of je begint al aan het begin van het 16-17 seizoen. Je speelt in het seizoen en maakt in het seizoen 17-18, sorry nee, je speelt 17-18 en je maakt in 18-19 een transfer. Of je begint in de zomer van 16-17 en je maakt gelijk een transfer. Dat zou niet logisch zijn, maar zoals je hier dus kunt zien, zou je dus naar Chelsea zitten en dan zou je dus gerucht gaan dat je naar Real Madrid gaat. Dat is de meest logische link. Maar er zijn ook links dat je naar de Bundesliga gaat. Want als je naar een eerder shot teruggaat, dan is het deze man die in het Duits over jou praat over een mogelijke transfer van Alex Hunter naar de Bundesliga. Dus dat belooft veel voor de journey. Het belangrijkste dus wat je kunt zien is dat hier inderdaad er zoveel meer actie in voorkomen. Vorig jaar was het heel erg statisch, vooral het championship gedeelte was erg saai. Ik neem aan dat er nu nog steeds bepaalde vaste lijnen zitten. Je kunt wel keuzes maken, net als vorig jaar denk ik. Waarschijnlijk wel meer dan vorig jaar ook. Maar er zullen nog steeds grote lijnen zitten die hetzelfde zijn, van begin tot eindpunt. Mensen denken, oh ik wil daar of daarheen. Dat sommige dingen zijn gewoon niet realistisch om te verwachten. Maar van wat je nu kunt zien qua transfergeruchten en dergelijke, qua meer echt evenementen die gaan gebeuren, dus meer echt een story mode-achtig principe, ben ik enthousiast voor. Moet ik toegeven. Dus die trailer is allemaal leuk. Ik zal die link en dergelijke van alles hier, deze vier schermen, zal ik in de beschrijving laten. Dan hebben ze het over nieuwe gameplay features. Nou, het eerste waar ze het over hebben is Dramatic Moments. En dan hebben ze het hier vooral over crossing. Ik hoop ergens dat dit net zo wordt als in FIFA 14. Maar dan kan je lachen. Dat vond ik lachen. Adoris, Gomez toen, dat soort spelers. Heading was fucking OP. Aan de ene kant geeft dit me meer het gevoel dat dit misschien net zo, althans, ik heb altijd het gevoel dat wanneer EA het over iets heeft, een nieuwe game ken ik als het ware, dat dat vreselijk OP wordt. Vorig jaar waren low-driven shots helemaal nieuw. En raad eens wat dit jaar belachelijk goed werd qua afmaken. Ik wil niet te vroeg juichen en ik hoop dat ik ongelijk heb.
Maar ze hebben dus Crossing volledig herdesigned. All new Crossing controls bring greater options to how you send it into the box, whip the spot, arching deliveries and pink crosses to the back stick will shake up your attacks in the final third. Crossing Force heeft er dus compleet aangepast. Ik hoop dat het een goed iets is. Dan hebben we hier nou nog waar ze het over hebben is Real Player Motion Technology. Nou, ik moet zeggen, hier word ik niet heel erg warm van. Net als een paar jaar geleden toen ze het dat nieuwe collision systeem introduceerden, waarbij botsingen en dergelijke meer realistisch waren. Vanwege hoe Ronaldo en zijn manier van sprinten en dergelijke zijn lichaamshouding kan ik snappen. Maar niet echt iets waar je warm van wordt in principe. Dan zijn er nog een paar dingen. Team styles. Weet je, dit klinkt als iets wat we voor kan stellen. Maar vanwege custom tactics die er waarschijnlijk nog in zullen zitten en player instructions, denk ik niet dat dit op termijn veel gaat betekenen. Ik hoop dat ik het mis heb. Het zou leuk zijn, Team Styles. Zeker met het belang van Custom Tactics dit jaar. Zou veel kunnen betekenen. Het zou leuk zijn. Maar er staat hier ook: enjoy more time and space to read the play through new player positioning. While improved tactics give player greater options on the ball as teammates exploit space and make new attacking runs. Klinkt allemaal leuk en aardig. Maar ik hoop dat het ook echt een betekenis heeft in game. Nou, immersive atmospheres. Dit is echt iets wat lang nodig was. Het is geen gameplay veranderend iets in principe. Maar de sfeer in bepaalde stadia, betere supporters die niet lijken op karton uitgesneden borden. Ja, dat is wel hard nodig. En als ze hier echt wat mee doen en bepaalde stadia, dus echt stadia of stadiums, hoe je het wil zeggen. Echt hun sfeer meegeven, dan kan het geweldig zijn voor stadiums als Anfield. Als, ik weet even niet hoe die van Dortmund heet uit mijn hoofd. Want ik heb er twee in mijn hoofd en ik ga er één van de twee zeggen en dan is het fout. Dus we houden het even zoals het is. Argentijnse stadion, zoals die van River Plate tegen Boca Juniors. Dat is altijd insane sfeer. En ik kan niet wachten om te zien hoe ze dat mee doen. Het zijn kleine dingen misschien. Maar het kan wel iets leuks zijn wat naar mijn gevoel al jaren nodig was. Want als FIFA er steeds beter uit wil zien, dan moeten de kleine details ook mee. En publiek is toch wel een belangrijk detail als je naar het totaalplaatje kijkt. Dan nemen ze het dus over die motion technology. Then again, nogmaals, ik word hier niet heel warm van. Player personality, ook hier zoiets. Ronaldo's signature sprint, Sterling's unique turns. Really? Sterling kies je dan? Kan ik me niet voorstellen. Griezmann's techniques zijn dingen die je gelijk merkt. For the first time ever, real world movements, size and attributes inform how a player moves, allowing you to feel the lifelike tendencies of the world's best. We zullen het zien. Dit jaar hadden ze ook wat meer met beweging en persoonlijke stijl. Bijvoorbeeld hoe ze meer runs maken, bepaalde spelers met schieten. Of dit ook echt wat uitmaakt. Ik ben benieuwd. Ik denk persoonlijk van niet. Weet je, maar dribbling overhaul. Nou, dit is iets wat interessant is. Vanwege hoe dribbling dit jaar is. Zie je hier. New dribbling mechanics allow the best players to inject more creativity into 1v1 situations. Take more defend touches. Make tighter turns. And explode the attack more dynamically than ever before. Nou, dit jaar zijn er een paar dingen met dribbling die enorm werken natuurlijk. LT-RT dribbling is belachelijk raar en totaal niet realistisch, maar het werkt wel enorm goed. No-touch dribbling, wat er sinds FIFA 16 in zit, is nog steeds heel sterk. En het is dus de vraag, en dit is een heel interessant iets, hoe gaat dit dribbling beïnvloeden? Is het zo dat Messi's stijl van heel kort de bal bij zich houden of Ronaldo's bewegingen, maar gaat dat heel erg merken? Het zou leuk kunnen zijn als het maar een iets realistischere vibe geeft aan dribbling, want LT-RT dribbling, zo handig als het kan zijn, op die manier zie je dat in real life eigenlijk nooit, zoals het in FIFA nu gebruikt wordt. Dan ga je hier naar onder, zie je nog gameplay veel bij Cristiano Ronaldo, nou dat wisten we al dus. Ook zijn er nog enkele nieuwe celebrations die heel kort shots nog van te vinden zijn, waaronder andere Griezmann's Coke Celebration, de Mannequin Challenge, dit gaat een heel irritant worden, kan je al je geld op inzetten. Dybala's Mask Celebration, wat natuurlijk in de tijd doorheen heel populair is geworden, ook doordat hij zelf zo mega populair is. En Ronaldo's bekende pose voor de camera, dat zijn vier belangrijke nieuwe celebrations die te vinden lijken te zijn in de trailers. Maar dat is dus een beetje alles wat we hadden voor FIFA 18 tot nu toe. Je hebt dus volledige Journey die veel meer aandacht heeft gekregen wat betreft echt meer die verhaalelementen erin. Het transfergedeelte waar heel veel vraag om was in tijdens FIFA 17 en waar dus ook veel meer mee gedaan is qua geruchten en dergelijke. Hopelijk Henry die een icon wordt. Daarnaast krijgt Crossing, oftewel voorzetten, dus volledig een nieuwe overall wat een interessant iets kan zijn. De nieuwe 1v1 dribbling waar ze het over hebben gehad, wat ik hoop dat het een goed iets blijkt te zijn en we kunnen echt alleen maar hopen. En hopelijk wordt het niet zoals LT-RT dribbling, want dan krijgen we er allemaal weer nachtmerries van. Tevens Arsenal Fan TV zit erin, hopelijk wordt het dus. Ik hoop dat dat het leukst wordt. Sowieso als Arsenal Fan TV fans, althans fan zijn, want ik vind het lachen om te kijken, is het een grappig iets om te hebben. Qua dit soort gameplay dingen, hier word ik niet heel warm van. Vooral Real Player Motion Technology.
Ik hoop dat het wat betekent, maar dit zijn van die dingen waar je waarschijnlijk door het jaar heen niks meer van merkt. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten. Als het zo is, doe vooral een duimpje omhoog. Als er nog meer informatie over FIFA 18 uitkomt, dan zal ik daar de komende tijd zeker mee komen. Puur omdat dit gewoon voor jullie duidelijk is. Sommige mensen de stream niet gekeken hebben, sommige mensen zullen dingen missen. En ik hoop zoveel mogelijk van jullie duidelijk te maken. Als er dingen onduidelijk zijn, dan kun je dat natuurlijk vragen in de comments. Dan zal ik proberen vragen te beantwoorden of andere mensen kunnen je helpen met het beantwoorden van bepaalde vragen. En dan zie ik jullie hopelijk morgen of zo weer bij een nieuwe video. Joe.